Op 21 augustus 2016 zijn drie passagiers van het historische zeilschip Amasitia om het leven gekomen... toen een deel van de voorste mast bij het binnenlopen van de haven van Harlingen... plotseling afbrak en op het voordek viel. De slachtoffers werden door de vallende delen dodelijk getroffen. Het ruim 6 meter lange en zware mastdeel bleek van binnenuit te zijn aangetast door houtrot. De Amicitia is onderdeel van de zogenaamde Bruine Vloot en is een van de ruim 300 klassieke zeilschepen die hoofdzakelijk worden gebruikt als charterschip voor groepen passagiers. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft achterhaald wat de directe oorzaak van de mastbreuk is en of hieraan structurele veiligheidstekorten ten grondslag liggen. Waaruit lessen kunnen worden getrokken. De Amicitia is een zeilschip van 24 meter lengte. Het schip is gebouwd in 1889 als vrachtschip en is sinds 1981 volledig ingericht als passagiersschip. De schipper is ook eigenaar van de Amicitia en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud van het schip. De Amicitia heeft twee massief houten masten. Door natuurlijke droging van het hout. En onder invloed van weer en wind krimpt het hout van de mast, aan de oppervlakte meer dan in de kern. Hierdoor ontstaan in de lengterichting scheuren, windschuren genoemd. Dit is een normaal verschijnsel dat geen kwaad kan als regen en buiswater ook weer uit de scheuren kunnen lopen of verdampen. Bij de Amicitia was echter een metalen gaffelplaat gemonteerd om de mast te beschermen tegen slijtage door de gaffelklauw. Een windscheur die boven deze gaffelplaat begon, liep door tot achter de plaat. Het water dat deze scheur inliep zat daarmee opgesloten achter de gaffelplaat en veroorzaakte zo houtrot in de kern van de mast. De rottende kern was ten tijde van het ongeval zo verzwakt dat de mast onverwachts brak. Tijdens het vier jaar durende proces van inwatering en rotting zijn door de schipper geen periodieke controles uitgevoerd. Ook werd geen onderhoudsplan opgesteld. Wel is eenmaal onderhoud gepleegd aan de mast. Daarbij is de gaffelplaat door een onderhoudsmontuur verwijderd en zijn oppervlakkige slechte plekken en latten, die bij eerdere reparaties zijn ingelijmd, door een timmerman vervangen. Dat het hout achter het schijnbaar goede oppervlak ook rot was, is beide ontgaan. De mast van de Amicitia is in 2012 door een keuringsbedrijf gekeurd. En gecertificeerd tot 2018. Dit maakte dat de schipper ervan overtuigd was dat de mast aan alle veiligheidseisen voldeed. Volgens de wet is een dergelijk certificaat echter 2,5 jaar geldig, dus was het ten onrechte voor 6 jaar verstrekt. Dit creëert een situatie van schijnveiligheid. Dit onderzoek laat zien dat de mast al binnen 4 jaar door kan rotten. Ook het Communautair Binnenvaartcertificaat gaf aan. Dat het schip aan alle eisen voldeed. Uit het onderzoek blijkt echter dat alle 329 overgangsbepalingen voor historische schepen waren toegekend, zonder daadwerkelijk te onderzoeken of deze gevaar opleverden. De keuringsinstanties hebben taken toegedeeld gekregen van de overheid. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport zou toezicht moeten houden op deze keuringen, maar doet dit in de praktijk niet. In de branche ontbreekt het vaak aan kennis en kunde van veilig onderhoud. Het onderzoek laat zien dat het hier niet om een unieke situatie gaat. Om de veiligheid van passagiers te garanderen is het van belang dat wordt ingegrepen. De onderzoeksraad doet daarom de volgende aanbevelingen. Aan de schippers en de branchevereniging voor de beroepschartervaart zorg voor een professionele standaard die past bij het commerciële karakter van de bruine vlootsector. Ontwikkel kennis over veilig onderhoud en stel branchenormen op. Aan de geaccrediteerde keuringsinstanties. Neem verantwoordelijkheid ten aanzien van de certificeringen en het correct toepassen van de wet. Controleer alle communautaire binnenvaartcertificaten en voer een herinspectie uit op houten masten. Aan de inspectie leefomgeving en transport. De minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken. Beraad u op het overheidstoezicht op de bruine vlootsector. Zorg voor afstemming tussen de betrokken ministeries.